Hey, daar ben ik weer. En dit keer ben ik er met Whitney. Dit is de pop die vandaag mijn model is. En ik ga deze video maken omdat iemand op YouTube een berichtje had achtergelaten. Of ik kon laten zien hoe ik vlieg. Nou, prima. Dat gaan we doen. Het belangrijkste, of eigenlijk stap 1 van het vliegen, is een nette scheiding maken. Dus dan verdeel je het haar, ja, hoe je het wil hebben. Hangt er vanaf wat voor model je wilt. Ik laat gewoon even snel wat zien. Het is niet per se een ingewikkeld model of iets. Je verdeelt het haar. Je maakt de scheiding. Afhankelijk van hoe dik je de vlecht wil hebben. Dit is gewoon gemiddeld. En dan ga je het haar uitkammen. Ja, ik spray het eerst met water zodat het wat makkelijker te handelen is. Als het natuurlijk op iemands haar is, of op iemands hoofd bedoel ik, dan kan je gewoon een leave-in conditioner gebruiken, een olie, weet je, zodat het even wat voedend is. En dan het belangrijkste, het vlechten. Ik begin met 3 plukken, zoals je een normale vlecht zou maken, zeg maar. Maar bij het invlechten, daar doen mijn wijsvingers eigenlijk het werk. Dus die gaan steeds het haar meepakken, zodat je ook echt een platte vlecht krijgt. Oké, ik begin hier. En je gaat zien dat mijn wijsvingers, ja, steeds het haar mee gaan pakken. Dus er blijft 1 pluk aan de bovenkant. Je blijft steeds met 3 plukken bezig. Je wijsvinger gaat van links naar rechts en je pakt steeds wat meer haar mee. Je gaat onder de pluk door. En dan pak je wat haar mee. En dit blijf je eigenlijk herhalen. De andere 2 plukken, want je hebt natuurlijk nog steeds 3 plukken. De andere 2 plukken hou je vast tussen je duim en je middelvinger. En daardoor krijg je dan de vlecht. Hier zie je wat beter wat ik bedoel met meepakken. Maar dan ga je zien dat ik met mijn wijsvinger echt steeds een beetje haar meepak. Kijk hier. Pak een beetje haar. En dit doe ik ook aan de andere kant. Want je blijft nog steeds met 1 pluk aan de bovenkant. En je pakt steeds wat haar van de onder- en zijkant mee. Hier nog een keer. Het is even oefenen voordat je hem ook echt netjes en strak krijgt. Maar zodra je de techniek door hebt, dan moet het wel lukken. En dit zijn dan de vlechten. Laat me weten wat je van deze video vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En geef me een duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wilt zien. Bedankt voor het kijken.